Wij hebben deze bron zit ook weer iets nieuws. En dat is namelijk onze razende reporter. En die zit in de green room achter en die gaat jullie live even verslaan. Dus kijk even naar de schermen. Graag jullie aandacht voor onze razende reporter. En ik zie hem nog niet in beeld komen. Hallo Stefan, ben jij daar? Ja, goedenavond Willy en de mensen in de zaal. Het is hier een dolle boel vanuit de green room. Het is, Stefan, het is ontzettend gezellig. Ik zie dat ik geen verbinding heb. Ik weet niet of ik te verstaan ben. Maar het beeld die blijft uit. Het zal misschien komen dat we verschillende diverse artiesten nou in beeld hebben gehad. Het is hierachter... ja, ik zie jou nou weer in beeld, Willy. Ik weet niet of ik te zien ben. Ik praat er nog niet. En daar staat onze reporter maar even te laat onze techniek in de steek. Ze gaan het nu fixen en we komen straks nog een keer terug met de razende boel. Maar ik heb inmiddels begrepen dat het allemaal weer gemaakt is. Ja, daar zie ik hem staan. Stefan, ben je er helemaal klaar voor? Graag aandacht voor onze razende reporter. Ja, Willy, hier zijn we dan eindelijk kink in de kabel, toch live vanuit de green room. Ik heb ook diverse live sms'jes gehad, ik heb appjes gehad. Dat de mensen niet geloven dat het live was. Ze hebben me bedreigd dat het niet live was. Ze dachten dat het allemaal opgenomen was. Dus ja, we kunnen dus zien dat het gewoon live is. Ik sta hier in de artiestenruimte en het is een vreemde gevoel, moet ik zeggen. Een groep, die hebben al opgetreden, die hebben jullie al kunnen zien. En ja, die jongens die zijn ontspannen, die hebben het erop zitten. Dan lopen hier nog wat mensen rond, die moeten nog gaan optreden, die zijn gespannen, hoe de zaal is en zo. Dus ja, het is hier een vreemde gevoel. Ook voor mij natuurlijk, en normaal sta ik op het podium nou hier, dus ook voor mij is het een beetje raar. Maar ik moet zeggen, het is gezellig. Ondertussen komen de jongens waar jullie net hebben kunnen kijken, bittere nasmaak. De jongens, geweldig gedaan op het podium, die komen hier dus live binnen. De sminkers zijn druk bezig, de barman, alles is er. En, ja, het is hier gewoon een dolle boel. En ik denk, ja, we kunnen er even iemand erbij halen. Michiel, kom er eens even bij, jongen. Een debutant op de Moeslandse Pronkzinning, onze Michiel van Aals. Michiel, hoe was het om voor het eerst op te treden? Ik vond het superleuk. Superleuk, ja, ja. En een vraag, hoe is het met jouw seksualiteit? Het gaat op het moment heel goed. Het gaat heel goed, nou, dat is mooi om te horen. En smaakt je nou meer op het podium? Wil je een keer dukken erop? Ik ben bang dat ik er volgend jaar weer sta. Ja. Oké, okay, nou merken ben ik er ook weer. Dat was Michiel van Aals en dan heb ik hier nog Tieske met die jongens. Ties, kom er eens even bij. We zijn live, hè, want ook hun voor het tweede jaar op de rij een geweldige act neergezet. Kom er eens bij, jongens. Ik heb genoten van jullie en hoe vonden jullie het gaan? Het publiek was hier lekker los? Ja, taai publiek was het. Taai publiek, ja, ik hoorde de burgemeester lacht te weinig. Ja, 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 niet veel schrik zag ik al. Nee, ik zag Rijmaak zelfs niet meer in de zaal zitten. Is hij al weggepest? Die is al weggelopen, ja. Weg. Maar die is grap al. Oké, okay, nou, dat is al. Ja, dat maakt u er allemaal live mee. Kunnen we altijd op zoek naar een nieuwe burgemeester? En wie moet volgens jou de nieuwe burgemeester zijn worden? Ja, zullen we toch met Nico Wong doen, hè? En Nico Wong. En Erik, wie moet bij jou worden? Ja, Nico Wong natuurlijk. Ja, Nico Wong. Ja, nou, dames en heren, hier hebben we dus twee kandidaten voor Nico Wong. Ik vind niet wie ik moet zijn. En Nico. Hey, kunnen wij hiervoor eten? Ja, uitstap voor vier personen. Ja, lekker. Ja, die doet dat eigenlijk voor twee eten daar. Ja, maar dit is voor de nieuwe burgemeester. Dankjewel, Stefan. Ik ga even kijken of ik mijn 50 euro terug kan verdienen. Willy, ik geef over naar jou. Ik ga even mijn geld zoeken. Jongens, tot straks. Haru. Onze goed, we gaan eens even kijken wat er weer in de green room zich afspeelt. Is onze razende reporter Stefan. Ben je daar? Ja, Willy, we zijn nu nog steeds in het gezellige green room. Ik heb ruzie gehad met die jongens voor mijn 50 euro, maar ik heb mijn 50 euro terug. Ik heb er hard voor moeten vechten en een bloedneus, maar dat is op zich niet erg. Ik heb mijn geld terug, daar ging het om. Het is hier nog steeds een ontzettend dolle boel in de artiestenruimte. Een groepje artiesten die al geweest zijn, goed aan het bier, is gewoon heel gezellig. Nog een kleine enkeling die een beetje gespannen zijn om op te mogen in de zaal. En ik heb een tal van artiesten gezien. Dames, ik heb hier twee dames van het 44 jaar dansgarde. En ja, we hebben het er nog even over gehad, Willy. De tegel die ze hebben gekregen. Geen feestje. We hebben het samen over gehad. Ik vond het zeer goedkoop om te zeggen, jongens, kom in juni. Hè, want ja, dan kunnen ze de consumptiebonnen betalen. Dus ik wil eigenlijk wel afspreken dat de oude garde die mee hebben gedaan, dat het toch iets meer kan dan het feestje. Dus die consumptiebonnen die jullie, neem ik aan, op hebben gemaakt, die komen nog wel naar jullie toe. Dan komt goed. Bedankt alvast. Dames, had goed gedaan zo, hè?
Ja, prima. Het ging hartstikke soepel. Ja, ja, de 50 euro, dan doe ik een goed woordje. Dat is aardig wel, hè. Ja. Dus, maar ik vond het ontzettend leuk hoe jullie gedaan hebben. Zoveel mensen bij elkaar gekregen, de initiatiefneemsters. En ja, hoe vond het zelf om eens op... Ja, jij staat er nog dadelijk nog op het podium, hè. Dus ik sla jou... Nee, hoe vond het? Super. Super, hè? Om toch met die ouderen toch, op te dansen. Je voelde wij meteen nog jonger natuurlijk, hè. Dat is al een reden om mee te doen. Dat is al een meer, ja, dat is al. En Mary, ja, ik vond het super. Hoe vond ik het gewoon? Ja, prima. Het was 32 jaar terug dat wij voor het laatste podium hebben gestaan. Maar het was weer als van ouds. Ja, ik vond het geweldig. En ja, Dominique ook een stukje jonger natuurlijk, hè. Ja, nog altijd de been. Maar je was ook dik tevreden. Ja, dik tevreden. Super, ja. Al die mensen. Eigenlijk een soort reunietje wel. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, Willy, ze waren heel blij. Ik moest nog een dieptevraag stellen, zinnige Willy, want ik stelde te oppervlakkige vragen. Dames, het 50 tinten grijs gelezen. Dames en heren, hier komen ook meteen de artiesten. We pakken er live even bij. Ja, dus je ziet wel hier een nolle boel mezelf. De artiesten komen gewoon binnen. Ik was met een diepte interview bezig over dit 50-20 reis. Gelezen? Nee, niet gelezen. Helaas, ik heb heel wat gemist volgens mij. Ja, dus het 50. En Dominique, kom er eens even bij. Het 25 reisboek wel al gelezen? Oh, ik? Ja. Nee. Spannend. Ik heb nog niet gelezen. Race, jawel. Misschien dat zij in de zaal er nog even iets over wil zeggen. Oh, dus Race in de zaal heeft het boek wel, maar die is ook het oudste voor jullie, denk ik, hè? Ja, nou, ja, alle goede boeken worden verfilmd, dus ik neem aan dat 1520 Reis de movie, dat die binnenkort komt. En dan zal ik hem zeker gewoon kijken, denk ik. Dan zie ik daar nog meer. Dank wel, dames. Ik zie daar nog, jongens, kom eens even bij. Bittere nasmaak. Weer een geweldig stukje gemaakt. En ik heb gevraagd voor de camera te komen, en dan komen ze gewoon niet. Zo zijn de jongens, maar ik geef niet, dan kom ik gewoon naar jullie toe als ik kan, Peter Jan. Dus wij komen dan gewoon met artiesten. En jongens, ik vond het geweldig. Hoe vonden jullie het gaan? Ja, op zich wel oké. Okay. Ik denk dat we volgend jaar niet meer mee moeten doen. Ja, ik zou het jammer vinden. Nee, maar ja, wat jij vindt, dat vinden wij niet, hè. Dus wat jij vindt, dat kan wel. Te veel, dat wordt de bus. Ah, jongens, jullie liggen hoor, jongens, hè. Nou, ik vond het kei mooi. Ik vond jullie eigenlijk een van de beste. Nou vind ik jullie wel redelijk leuk. Ik moet wel zeggen, als de DVD uitkomt, ik ben de uurste die hem kopt. Echt hoor. Dankjewel, ik zal hem signeren, Stefan. Ah, nou, daar ben ik al helemaal blij mee. Jan, doet ruzie met Roel, want Roel is er niet meer. Ja, die is ondertussen in plaats van 3 kwartier al 1,5 uur te laat. Ik weet niet waar die is. Die lul. Ja, ja, ik denk, omdat Ray Max niet was, ik denk dat hij langs de burger zit. Maar ik hoop dat ik even kijken. Slijmen. En het beurs maken. Ik heb Erik, kom er eens bij. We hebben Erik Potjes nog. Erik, ik heb eigenlijk wel een... God, je bent wel erg groot. Ja, weet je. Dat geef ik niet. Bij mijn vraag, nou had ik weer een nieuwe jong talent. Ja, jong talent, Lon erbij. Ik heb je al een keer in mijn haske gezien, Christian School, Peter Loeven, de Mander. Ben ik eens in de kooi dat ik hem iedereen een ruzie maak, want dan werden we een ei gevonden. Ja, zelfs mijn werk, ik hou niemand over. Hou ik niemand over, dus je hebt geen vrienden? Nee, maar... Ah jongen, ik ken het gevoel, dat is helemaal niet erg. Maar ja, ik vond het kei mooi hoe ik ze eraan had en ik denk Martin Siep is ook dik tevreden is met zijn reclame. Ja, dat moet nou blijken, ik heb nog niks in de beurs gezien. Ja, dus ja, Martin komt volgende week, dus misschien of mij, misschien dat je iets krijgt. Ja, oh, ik ben benijd. Ja, ik ben ook benijd. Ik sluit af, want jij moet gauw omkleden, want jij moet er nog aan de gang. Hey, jij moet er... Sorry, mag ik niet zeggen. Willy, gauw over naar jou. Ik heb een probleem met de potter. Hé, eindelijk. We kunnen gettig lullen. Terwijl onze toneelmeesters nog druk bezig zijn om alles klaar te zetten voor het laatste optreden, gaan we nog één keer terug, voor de laatste keer terug naar de Green Room. Stefan, ben je daar? Stefan. Ja, hier... Hier ben ik weer live. Ik kom net uit de kleedruimte van dansgroep Karen Arts. Ik moet zeggen, ik heb me eigen ontzettend vermaakt. En ja, die 25 reis hebben ze daar niet nodig. Jongen, jongen, ik heb genoeg stoffen thuis. We zitten hier in de green room. Dames, kom er even bij van de organisatie. Ik heb hier Lisette en we hebben hier Cindy van onze commissie Pronkzitting. En tot hoever, hoe gaat het eigenlijk vandaag? Hoe loopt het? Het gaat keigoed en het loopt allemaal keihard. En alle voorbereidingen, alles achter de rug en dan zo'n avond dan, en het loopt allemaal dan, dan ben ik helemaal in de nopjes. Ja, dan kunnen wij genieten. Dan kunnen we genieten. Nou, we zitten toch in die 25 reis, ik heb die oude vrouw, dames gevraagd, 25 reis gelezen? Ja, maar die hebben wij helemaal niet nodig. Oh, die hebben we dan niet nodig. Nou, dat is wel een heel mooi antwoord. Nog bijzonderheden vandaag, vervelende publiek die je eruit hebt moeten zetten of nog iets gebeurd? Ja, we worden flink verwend door Krek Zat met soesjes en spareribs en kippenboutje. Bedankt, hè. Ze waren lekker.
Oh, nou, dat is toch helemaal netjes. Nou, dus, dankjewel. Ik vind het in ieder geval een superhand, geweldig georganiseerd. Dan hebben we, kijken we verder in de green room. Kom er even bij, we hebben hier nog iemand van de smink. Want ja, zonder dat, we staan allemaal netjes gesminkt op het podium. Dan hebben we Francis Scott. Francis, hoe gaat het met sminken? Super. Skijgezellig. Alleen we missen wel een beetje uitdaging. Wel een beetje uitdaging. Nou, zoek een uitdaging. Nou, ik kom net van Karnaats af. Ik heb genoeg uitdaging. Ik kom dadelijk bij jou terug. Dankjewel. Ja, dames en heren. En kom even binnen, want het is echt live. Komt jou de zaal plat? Oh, ging nog wel. En het publiek ook goed? Ja, volgens mij was het een beetje muur van het klappen voor de hoofdkapel, maar verder ging het wel. Ja, nou dat je het over de hoofdkapel hebt. Bij elke live programma moet dat reclame maken. Kijk eens, ik heb hem hier. De cd van de hoofdkapel. Voor 11 euro kunnen we hem kopen. Wat je ermee moet doen? Geen idee. Je kunt hem als schoonmoeders geven als je door Nekelen hebt. Dan geef je gewoon de cd af. Het voordeel is wel, je kunt er een luisteren en je hoeft er niet naar te kijken. En ik denk dat dat voor iedereen wat beter is. Komt er ook goed. Ik stond er mooi met mijn rug naartoe en dan is het wel te doen. Nou, dus wil ik iemand pesten? Ik kop de cd van de Hofkapel. Theo, ik had één vraagje. Met de carnaval wordt er nog altijd de wc's gesloopt. Door Zeelandse. Als ik dat grapje hoor over Zeeland, ik denk zeker dat ze terugkomen. Wat denk jij? Laat ze maar komen. Ja, laat ze maar komen. Theo, als er problemen zijn, je kunt me altijd bellen. Of ik kom, dat is een tweede. Willy, ik ga over naar jou toe. Ik heb nog wat materiaal hier en ik vermaak me eigenlijk wel. Willy, tot morgen. Houden we. Dankjewel Stefan voor de live verslag uit de Green Room. Toch weer leuk om de artiesten meteen te zien als ze terugkomen. En door onze razende reporter Stefan Verans eventjes onder vuur worden genomen.